Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een mooi voorjaars paasarrangement maken. Ik krijg veel de vraag van, goh, ik vind hem zo leuk, maar ik wil hem voor later bestellen. Dat kan. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaarbloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Je kan de gewenste datum aangeven, want de pakketten gaan wel heel erg hard. En vaak is het wel op is op. Dan lukt het niet om nog eens een keer voorraad bij te bestellen. Dus wil je zeker weten dat je dit pakket kan maken, bestel hem dan gewoon en dan kan je gewoon aangeven wanneer je het graag wil ontvangen. En dan gaan we ons best doen dat je het dan krijgt. Goed, we gaan dus vandaag aan de slag met een voorjaarsstuk. Je kan hem dus maken in deze, je kan hem in verschillende kleuren maken. Dat ga ik jullie straks laten zien. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Je blijft op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen nog heel veel mooie voorjaarsarrangementen aan. Dus wil je dat niet missen, druk eventjes gratis op die abonneerknop. Laat eventjes hieronder weten wat jij van deze video vindt. En wat je graag voor het voorjaar Pasen nog graag wilt zien. Ik schrijf al jullie ideeën op. En wie weet komt het de komende tijd aan. Dus ja, blijf dat vooral doen. En dan gaan we nu gauw beginnen. Allereerst voordat we beginnen wil ik toch nog even zeggen, allemaal dankjewel voor alle leuke reacties die ik altijd van jullie krijg. Ik was er gewoon heel blij van. Ik lees zich alles, ik probeer overal op te antwoorden. Lukt soms niet allemaal. Maar ik wil jullie wel even bedanken dat jullie zo enthousiast zijn over deze video's. Het kanaal blijft door jullie maar groeien en ja, daar ben ik heel dankbaar voor, dus dankjewel. En je kan ook nog altijd meedoen met de winactie op Facebook of Instagram. Ik merk dat steeds meer mensen dat doen. Dat is heel erg leuk. Want ik vind het heel erg leuk om te zien wat jullie hebben gemaakt naar aanleiding van mijn video's. En je maakt elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Dus deel je resultaat op Facebook of Instagram en tag mij. Ik zet hieronder eventjes mijn account. Daar kan je me ook volgen. En dan gaan we nu echt beginnen. Ik heb een heel mooi ondergrond. Kijk, echt prachtig hout. Heel mooi afgewerkt. En hier gaan we straks eieren op bevestigen. Daar gaan we met bolletjes werken, maar ook met verse bloemen. Dus dat is heel erg leuk. En wat houtmateriaal, dus wat een mooi natuurlijk stuk. Je kan dit bestellen met donkere eieren en lichte eieren. En de kleur van de bloemen kan je natuurlijk ook aanpassen. Dit zijn echte eieren die allemaal uitgeblazen zijn. Ik ga hem nu in het wit opmaken. Wat we allereerst even gaan doen is bij drie eventjes een stukje eraf halen. Je kan eventjes de schaaltjes kun je later nog weer gebruiken. Zodat we hier straks een bolletje in kunnen doen. Zoals je kan zien. En die gaan we dus allemaal lijmen. En sommige gaan we bloemetjes doen en sommige bolletjes. Dus dan kun je daar zelf mee aan de slag. Dus doe dit eerst bij de drie eieren. Doe het wel voorzichtig, want het zijn echte eieren. Hier past straks een flesje in, dus dat komt mooi uit. En dan doen we ook wat voor de bolletjes. Je kan het even passen. Je kan hem dus wat minder ver doen. Je kan hem wat verder doen wat je zelf leuk vindt. Kijk, dit is ook leuk als je hem een klein beetje scheef hebt. Omdat het een natuurlijk product is, is het leuk om op die manier te werken. En dan gaan we ook nog wat eieren er gewoon straks zo tussen doen. Die lijmen we erop vast. Maar eerst gaan we eventjes de tak een plekje geven op de schaal. Zo'n tak is natuurlijk een natuurlijk product. Dat lijkt mooi als je dat zo zegt. Dus je moet even kijken hoe die mooi uitkomt. Misschien heb je een wat langere tak, misschien een wat kortere tak. Dat kan overal anders zijn. Ik vind het zo wel leuk staan. En die lijm ik dan gewoon eventjes vast. Straks haal ik de lijmresten ook even weg. En dan kan je ook de eieren verdelen. Je
kan er ook voor kiezen om het eieren kapot te maken. Dat je alleen de schalen er langs legt. Dat is ook heel leuk. Je kan bijvoorbeeld zo'n kleine schaaltje ook hier plakken of aan de zijkant. Geeft ook een leuk effect. Je kan natuurlijk ook wat meer eieren openbreken en daar wat in doen. Maar ik vind de combinatie heel leuk. Als je dat mooi hebt verdeeld, gaan we de flesjes er ook in verdelen. Dat doe ik op verschillende plekken. Zo. En daartussen doen we wat mos. En ik heb ook wat IJslands mos. En wat Silantia. Die combinatie vind ik dan heel erg leuk. En die zet ik daar weer tussen. Het is niet moeilijk, maar straks heb je wel een heel apart stuk. Een beetje mos erbij tussen. Als je de mos te droog vindt, kan je het gewoon eventjes voor de tijd in een bak met water leggen. En als je het te hoog vindt, dan haal ik meestal de onderkant er eventjes af. En dan stop ik de kleine stukjes tussen. Kijk hoe leuk dit al lijkt. Nou, de flesjes kun je natuurlijk gewoon vullen met water. En de andere eieren waar je nog niks in hebt, daar gaan we de bolletjes in doen. Ik ga even de potgrond van de bolletjes afhalen, zodat we ze kunnen bevestigen in het stuk. Ik heb de bolletjes schoongemaakt. Je kunt de bolletjes gewoon afhalen, omdat de voeding zit al in de bol zelf. En omdat we niet zoveel ruimte hebben in de eieren, kan dit wat makkelijker zijn. En die verdeel ik dan in de eieren. Dan heb je er nog een paar over. En dan vind ik het wel leuk om hier toch ook nog eentje in te doen. Dus hier haal ik ook nog even de bovenkant vanaf. En je kan ze eventueel ook los er nog tussen leggen. Vind ik die nog leuk. Deze legt er wat los tussen. Ga ik de vaas even vullen met wat water. Dit doe ik met de fles. Lekker makkelijk. Die staat ook weer in onze webshop. Is weer aangevuld. En dan gaan we daar bloemetjes in doen. Je kan natuurlijk zelf toevoegen welke bloemetjes je leuk vindt. Of welke kleur. Ik ga het nu een beetje in het paaswit. En een kleine tint van geel toevoegen. Ik vul eerst even de flesjes met water. Echt ideaal deze fles daarvoor. Die is ook weer aangevuld. En gaat dat razendsnel. Als je kleine flesjes wil vullen, dan smeert dat niet zo. En ik breng de bloemen op verschillende hoogtes aan. Caspedia bolletjes vind ik altijd heel leuk. Toch een klein beetje geel. De zuidenwindlelie kan je lang verwerken of kort. Ik doe hem in dit stukje iets korter. Een takje limonium erbij in. Ik vind het wel leuk om het op een speelse manier toe te voegen. Een mooi roosje. Disteltje. En zo kan je eigenlijk gewoon verschillende bloemetjes toevoegen. Ik vind het ook leuk om nog een keer dat Crasperiaatje terug te laten komen in het kort. En hier doe ik ook nog wat korter Lysianthus in. En dan hebben we echt een heel leuk paasstukje voorjaar. Maar ook eventjes weer net eventjes weer anders dan anders. En dan vul ik de vaasjes met de bloemetjes die ik heb. Je kan eventueel ook nog wat extra quattro eitjes toevoegen, mocht je dat leuk vinden. Het geeft ook wel een leuk effect, maar is zo ook al heel erg tof. Kijk dan. Heel erg leuk, gewoon voor op tafel. En je kan ze kort, je kan ze lang verwerken, de bloemen. Je kan er helemaal je eigen stijl in geven, hè? Dus daar is niks fout in. Doe gewoon lekker wat je zelf leuk vindt. Dat vind ik ook heel leuk om te zien.
Als je het leuk vindt, kan je nog wat extra kwartelaartjes toevoegen. Dat ga ik jullie al eventjes laten zien, want het geeft wel een leuke tint in het bloemstukje. Dat het eitje net wat kleiner is en net wat anders van kleur. En dan is dit het geworden. Echt een heel leuk stukje. Ook omdat hij wat lager is, dus je kan hem gewoon op tafel neerzetten. Staat hij niet in de weg. Geen klagende mannen die geen televisie kunnen kijken dan. Dus dat is natuurlijk heel leuk, omdat je hem gewoon overal kan neerzetten. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaarbemis.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Je kan dus later een datum aangeven, mocht je dat graag willen. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat hieronder even een leuke reactie achter wat jij hiervan vindt. Of wat je graag nog wilt zien op dit kanaal. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!